Zegt Joom, snapte jij nou wat Paul gisteren bedoelde? Over de entiteit van objecten bedoel je? Ja, en over zijn penseelstreek. Neem deze kaarten. Ik zie of het Schoppenhart een klaver of ruiten is, en jij niet. Oh ja? Luister. Als het oor van Vincent. Kijk naar deze kaarten. Ik zie alleen de achterkant van de jouwe. Ja, en ik de voorkant. Dus niemand ziet ze hetzelfde? Juist. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen bewustzijn. Je weet nooit of je hetzelfde ziet. Filosoof. Ja, filosofie. Ja, maar wat ik in mijn mond heb, dat noemen we toch allebei een pijp? Ja, maar dat noem je zo omdat je als kind geleerd hebt een pijp te noemen. Maar we weten toch niet of we hetzelfde zien? Ja, zeg, Magriet is nog niet geboren. Als ik mijn ogen omhoog draai, zie ik alleen de rand van mijn hoed. Ja, en ik alleen de voorkant. Juist, en Eugenie van achter de bar ziet weer heel wat anders. Dus niemand ziet het hele object. Maar goed. Dat is nou wat Paul bedoelt. En Merleau-Ponty ons later nog gaat uitleggen.